Het begon allemaal een dikke 100 jaar geleden, met dit kleine berichtje in de Standaard van 4 juni 1921. Een eerste oproep om een Vlaamse toeristenbond op te richten. Frits Hendriks, Chris de Does en Stan Leurs dromen er al jaren van om een bond op te richten. Een vereniging die Vlamingen hun eigen streek en land moet laten ontdekken. Cultuur en toerisme zijn in die tijd nog voor de happy few. En daar willen ze verandering in brengen. Op 29 januari 1922 is het zover. De stichting werd een feit. 1117 leden sluiten zich meteen aan. Frans Luiten registreert ze allemaal vanuit zijn woonkamer, die dienst deed als secretariaat. Bij die eerste generatie leden vinden we enkele bekende namen terug, waaronder de schrijvers Ernest Klaas en Stijn Streuvels en industrieel Lieven Gevaert. Een Vlaamse toeristenbond dus. Maar wat betekent toerisme in de jaren 1920? De term was nog niet ingeburgerd. De vereniging geeft er mee betekenis aan en gaat van meet af aan voor een brede invulling. Fiets-, wandel- en kampeerclubs worden opgericht. Er komen acties voor natuur en stedenschoon, voor de uitbouw van folklore en dat allemaal met het nodige gezang. Die waaier aan activiteiten en initiatieven zorgt voor een vliegende start. Nu ja, vliegend. Voor de eerste georganiseerde vliegreis is het nog even wachten. De eerste verkenningen gebeuren al wandelend, fietsend en in comfortabele autocars. Na een jaar is het ledenaantal gegroeid tot meer dan 5000 en zijn er 115 afgevaardigden, voorzitters van lokale werkingen, zeg maar. Het zou slechts 8 jaar duren vooraleer VTB haar jawel 100.000ste lid mocht vieren met een fietstocht in Antwerpen en een feestelijke maaltijd. Zomaar vanuit een huiskamer de vereniging leiden ging niet meer. In 1926 wordt het eerste kantoor gekocht op de Paardenmarkt in Antwerpen. Hier blijft het bondsecretariaat tot de verhuizing in 1938 naar de Sint-Jacobsmarkt. Ook het bestuur krijgt vanaf dan zijn vaste vorm. En de twee uithangborden van de vereniging laten van zich horen. Stan Leurs en Jozef van Overstraten. VTB zet als moederorganisatie die eerste jaren heel wat dochters op de wereld. Organisaties die elk een deel van die brede term toerisme verder uitbouwen. De Vlaamse kampeertoeristen. De Vlaamse automobielen, later Vlaamse Automobilistenbond, VAB. De Vlaamse Vereniging voor Watersport. En zelfs de allereerste Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Je hoort het goed, ook de eerste VVV's kwamen er door VTB. Het tijdschrift De Toerist is vanaf 1922 meer dan 60 jaar het centrale communicatie- en bindmiddel van de vereniging. Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, staat de vereniging stevig in haar schoenen. Ook al ziet de toekomst er somber uit. Maar zoals de coronacrisis de cultuursector niet klein kreeg en ons op zoek liet gaan naar innovatieve en creatieve oplossingen, zo was het ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vereniging weet zich snel aan nieuwe omstandigheden aan te passen en haar werking verder te zetten. Buitenlandse bondsreizen worden binnenlandse uitstappen. En ondanks de papierschaarste slaagt men erin om de toerist op enkele nummers na verder uit te geven. VTB-VAB wordt in de decennia na de oorlog een van de belangrijkste culturele verenigingen. Lokale vertegenwoordigers geven het beste van zichzelf. Tot in het kleinste dorpje zet de vereniging zich op de kaart. VTB geeft kleur en vorm aan het toeristische landschap met uitkijktorens, wandelborden, zitbanken, oriëntatietafels, toeristische infoborden, monumentenbordjes. Je vindt ze nu nog steeds overal. In de jaren 1950 publiceert de vereniging haar eerste Gids voor Vlaanderen, een gids die zelf een monument werd. Die gids is een echte toeristische encyclopedie van Vlaanderen en wordt in de volgende jaren aangevuld met honderden uitgaves, wandel- en fietsboekjes die bekende en minder bekende plekjes van Vlaanderen in de kijker zetten. De sterkte van VTB in die gouden jaren zijn net als vandaag de lokale afdelingen. Zij krijgen een enorme vrijheid om zelf initiatieven te nemen. We zien een gigantisch aanbod aan activiteiten, reisreportages, uitstappen, bezoeken. Ook de lokale wandelafdelingen en dia- en fotoclubs schieten als paddenstoelen uit de grond om hun streek te verkennen en in beeld te brengen. In 1952
organiseert VTB haar eerste Salon voor de Humor. Een springplank voor een opkomende generatie van cartoonisten. Met onder meer Jeff Nys, Pil, Mark Sleen en Willy van der Steen. En dan zijn er ook de reizen. Eerst en vooral bondsreizen, later ook een explosie van privéreizen. Van Kortrijk tot Hasselt opent VTB reiskantoren. Hoeveel Vlamingen hebben hun eerste stappen als reiziger niet gezet dankzij VTB? Meer en meer mensen beginnen eerst Europa en vanaf de jaren 1970 ook de andere continenten te bezoeken. Wist je dat VTB de eerste vereniging was die het aandurfde om met groepen naar Azië te reizen? Jarenlang was Sri Lanka een topbestemming. Toerisme verandert vanaf de jaren 60. De auto maakt een stevige opmars. VAB richt in 1969 Wacht op de Weg op. Binnen de grote vereniging VTB-VAB leidde die evolutie tot een grote verandering in de structuur. De organisatie wordt opgesplitst in drie takken. VTB Reizen, de commerciële tak VAB met de pechverhelping en reisscholen en VTB-VZW, die de culturele activiteiten voor haar rekening neemt. In de volgende jaren ontwikkelde VZW zich verder op eigen houtje, rekening houdend met de maatschappelijke tendensen die op dat moment gangbaar zijn. Met het project Langs Vlaamse Wegen trekt VTB-VZW langs heel wat steden en gemeenten. Via de gekende naambordjes laat ze ook duidelijke sporen na bij heel wat lokale bezienswaardigheden. VTB-VZW evolueert meer en meer van een toeristenbond naar een culturele vereniging. In 2008 wordt de naam dan ook veranderd in VTB Cultuur. Vandaag zorgen zo'n 1000 gepassioneerde vrijwilligers in 140 lokale groepen en themagroepen voor een waaier aan activiteiten, meer dan 2000 activiteiten per jaar. Die laten deelnemers smullen van cultuur in al haar vormen. Mensen en cultuur dichter bij elkaar brengen. Daar waren we goed in, daar zijn we goed in, daar blijven we voor gaan. Er is in dit fotoboek nog veel plaats. Op onze 100ste verjaardag zijn we klaar om er nog eens 100 jaar tegenaan te gaan. Maar voortaan onder een nieuwe naam. Cultuursmakers. Ben jij ook een cultuursmaker? Dan zien we je graag op een van onze activiteiten.